Het is pest, pokken, pleuris weer. En welkom terug bij het tweede deel van de wereld van Red Dead Redemption 2. In de vorige video heb je kunnen zien hoe we van het zuidoosten naar het noordwesten reden zonder daarbij een missie te volbrengen. En deze week gaan we een andere route doen. We gaan helemaal van het noorden naar het zuiden. En voordat ik deze video begin, mijn naam is Peter Bouwman, ik ben van Gamersnet.nl. En wij zijn ongelooflijk blij met Red Dead Redemption 2. En om jullie een mooi beeld te geven van de game zonder al te veel te spoilen, gaan wij de game gewoon doorlopen. We gaan jullie laten zien wat de wereld precies te bieden heeft als je geen missies en geen subquests aanneemt. Kortom, gewoon de wereld zijn gang laten gaan. Natuurlijk ben ik al wat ver in de game, dus ik heb wat upgrades qua paard, qua kleding, qua wapens. Alleen ik zal niks spoilen qua verhaal en niks spoilen qua subquest, alleen maar de wereld laten zien. Wil je echt helemaal niks weten, dan moet je dit ook niet bekijken. Wil je wel een beetje weten van, god, wat voor game is dit nou en wat kan ik allemaal verwachten in de open wereld van Red Dead Redemption 2, dan is dit de video voor jou. En het is daarnaast waarschijnlijk ook heel erg klunzig, want waarschijnlijk ga ik weer een paar keer dood, want mijn paard is aan het einde van de vorige aflevering gestorven. Overigens heb ik mezelf daarna opgeblazen met een stuk dynamiet na de gameplay en mijn paard was er opeens weer, want ik had geen ander paard. Dus prima, mijn paard leeft nog en ik moet nog steeds een naam hebben voor mijn lieve, lieve Ros. Die kun jij achterlaten in de comments. Het is pleurisweer. Het onweert, het regent en dat zie je hier. Op de achtergrond zie je een mooie, hele mooie waterval. En we zijn op dit moment helemaal in het noorden van de map. En we gaan straks helemaal naar het zuiden, naar een hele grote stad. Zodat je die ook een keertje gaat zien. Maar ondertussen komen we door een gebiedje waar ik eigenlijk nog helemaal niet ben geweest. Kijk, dit zei een gebiedje langs de grens. Daar ben ik nog helemaal niet geweest, dus dan gaan we helemaal gewoon lekker rondtrekken. En uiteindelijk eindigen we dan hier, waar ik in het verhaal ben. Goed, ik ga het verhaal niet verder starten. Dit is een stad, heet Saint-Denis. Is een Amerikaanse stad, vroeger onder Frans bewind, tijdens de burgeroorlog, voor de burgeroorlog. We gaan gewoon de route doorlopen. We gaan kijken wat er gebeurt. Als er weinig gebeurt, dan zijn we snel klaar. Maar waarschijnlijk niet, want vorige keer gebeurde er ook heel veel. Kwamen we heel veel mensen tegen. Want dat is het leuke aan Red Dead Redemption 2. Je komt ongelooflijk veel mensen tegen die eigenlijk ook allemaal een soort van een verhaal te vertellen hebben. En die vaak ook in nood zijn. Dus we gaan gewoon lekker rijden en we zien waar we komen. Ik wilde eerst sowieso even die waterval bekijken, want ik ben hier dus ook gewoon voor het eerst. En ik dacht, ik wil even waterval zien, dat is vet. Ik vind hem mooi. Al moet ik wel zeggen, ik denk dat deze waterval wel veel mooier is in de zon. Wat drijft daar? Ik weet wel dat in de moerassen zijn heel veel krokodillen. Ik weet niet of dat hier ook zo is. Ik denk het niet hoor. Het ziet er heel bepost uit. Lijkt me niet eigenlijk. Dit is gewoon een steen. Oké, prima. Nou, we gaan lekker... Oh, dat is een hert. Dat is een hertje. Ik heb mezelf helemaal in het noorden gezet. Dus ik moet een klein stukje door het bos alvorens wij... op een weg komen. Ik zie al dat het iets minder hard gaat regenen. En is dit de route? Oh, dit is de route. Oké, dit is de route. Ik kwam eerst door de bergen net. Dat was een super mooi uitkijkpunt. Maar goed, dat is een andere route. Die nemen we dit keer niet. We gaan de route nemen van een stukje van de wereld die ik nog niet ken. Dus ik heb ook geen idee wat voor diersoorten hier zitten. Ik heb sowieso eigenlijk nog bijna geen storm en regen meegemaakt. Dus dit is voor mij eigenlijk ook een unicum. Ik vind wel dat in games, als het regent, vind ik het een stuk minder gezellig om te doen. Dus ik hoop dat ik, ja, dat is bijvoorbeeld de reden dat ik Skyrim nooit echt heb gespeeld. Ik vind het gewoon te slecht weer, daar word ik gewoon chagrijnig van. Dus ik hoop dat snel de zon weer opkomt, want dan word ik ook vrolijker. Even kijken waar ik zit. Oh ja, prima. Zullen we gewoon een beetje langs de grens gaan lopen, langs het spoor? Is dat leuker? Ja, en dan kom je ook minder tegen. Nee, dat wil ik eigenlijk niet, want ik wil wel mensen tegenkomen. En de meeste mensen zijn toch wel een beetje te vinden langs routes. We zitten hoog, we zitten in de bergen, dus we moeten een stukje omlaag. En ik heb het idee dat wij hier ook best wel wat stukjes uitkijken kunnen bekijken. Ik ga toch nu even een klein stukje van de weg af. Kijken of ik een mooi uitkijkpunt heb hier. Oh, wauw. Nee, die kalkoenen. Er zijn zoveel kalkoenen. Ik heb het idee dat het hier heel erg mooi kan zijn. Zo. Ja, dit gaan we gewoon lekker naar beneden. Daar is ook nog gewoon een rails, hè, dus er rijdt hier ook gewoon een trein. Wat natuurlijk super chill is. Kijk of mijn lieve paard hier ook nog naar beneden kan. Ja, dat lukt allemaal prima. Oh, ik pak wel een verkeerde afslag, zie je. Oh, ik ben weer gebond met mijn paard. Wat vet. Dat vind ik nog liever. Dus dat is helemaal goed. Zo. We gaan hier weer een stukje omhoog. Zo. En dan vervolgen we. Waarom pakken we eigenlijk niet die route, vraag ik me nou af. Ja, ik wil daarheen trouwens. Dat vind ik veel interessanter. Ik wil echt lang een beetje langs de grens. Oh, remmen.
Kun je best. Naamloos beest. Ja. Oh, wat is het slecht weer. Ik hoop niet dat ik geraakt word door de bliksem. Ik heb geen idee dat het kan, maar ik vermoed dat dat dus wel kan. Lijkt me eigenlijk best wel logisch, aangezien ongeveer alles wat in het echte leven kan, ook kan in Red Dead Redemption 2. Hop. Paardje kan lekker springen al. Prima. Ik heb toch het idee dat het een nieuw paard is hoor, maar hij lijkt wel op mijn oude paard. Ah, diep door de bossen. Oh, wacht, daar loopt iemand. Oh, daar hangt iemand. What the fuck is dit? What the fuck is dit? Ja, dat vindt paard ook niet leuk. Ik pak even mijn pijl en boog, want ik wil hem los hebben. Oh, als ik nou maar niet overvallen word, heb ik zo geen zin. Kan ik het doen met een mes of zo? Of moet ik hem echt losschieten? Hangt hier al lang? Oh my fuck. Oh, mensen! Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Wat vind ik dit eng. Het zijn echt gewoon gekken zijn het. Blijf van me af. Oké, dus... Oh. What the fuck. Ik had net mijn Deadeye aangezet en... Oh man, fuck. Wat was dit spannend, tering. Dit waren echt super gekke gekkies. Dit waren echt... gestoorde gasten. Ja, ik ga de route nog een keer nemen, hoor. Het interesseert me niet. Ik weet niet wat, of het nu weer gebeurt of niet, maar ik... Oh, wat was dit? Goed. Daar zijn we weer. Ik heb $50 verloren. Ik ga er weer bij zijn staan alsof ik heel stoer ben, maar ik ben gewoon net echt gestorven. Ik vraag me overigens... Oh, wat ziet het er mooi uit. Ik vraag me wel waar ik nu ben. Ik hoop een beetje op dezelfde... Ja, ik zit precies op dezelfde plek. Hartstikke goed. We gaan de route weer lopen. Maar één ding is wel heel fijn. Het is weer droog. Dus dat... Dat vind ik wel heel fijn, want dan vind ik het altijd een stuk fijner reizen. Oh ja, Legend of Zelda Breath of the Wild. Het is glad, dus je glijdt uit. Maar goed, ik ga mijn paard weer pakken. Paddenstoelen, kan ik die pakken? Ik heb nog geen paddenstoel gepakt, dat moet je toch eens kunnen plukken. Oh, nee. Oké. Ik moet zeggen dat ik qua... je kunt heel veel, zeg maar, bessen en bloemen en zo kun je plukken. Ik heb daar heel relatief weinig tijd nog aan besteed. Ik ben daar nog wel erg benieuwd naar waar ik er wel mee kan. Je kan allemaal vette potions kun je maken. Maar ik ga sowieso nu wel wat meer op mijn hoede zijn. Werd ik beschoten? Hij is weg of niet? Ja, hij is weg. Oh, wat tof. Of niet? Hangt hij? Nee, hij hangt dan daar. Nee, hij is weggehaald. Ah, wat vet. Ja, zelfs daarin varieert de game, waar dat dan allemaal gebeurt waarschijnlijk. Ja, ik loop hier even heen omdat ik hier wat huisjes zie op de kaart. Staat er... Do not trespass. Ja, weet je, als mensen dat tegen mij zeggen, dan ben ik daar nooit zo voor. Ik heb trouwens nog een shotgun liggen in mijn paard. En dat is wel echt heel fijn. Get lost. You're all bastards, bastards, bastards. A man's home. God damn it. Ja, weet je, ik vind dat je... Oh, een gouden geweer. Dat is het eerste gouden geweer wat ik pak in de game. Oh nee, sorry dat jullie dit zien. Ik vind het wel heel vet. Maar ik weet het ook niet. Ik ga gewoon L1 voor rare shotgun. Hoppata. Rare shotgun in mijn mik. Wat is er rare aan eigenlijk? Wat doet hij? Kijk hoe die het doet. Is het gewoon omdat hij goud is, denk ik? Nou, goed. Gouden shotgun. Weet je het ook. Keep out. En ik ga... Zal ik even in het huisje kijken wat er is? Oké. Nou, ik loot het wel een andere keer. Ik ben trouwens nog wel even benieuwd naar dit soort van toilethuisje. Kan ik daarin? Nee. Oké, we gaan verder. Ah, wat is het bos weer mooi. Kleurrijk. Ik word er heel blij van. Als het weer lekker weer is, dan vind ik dat altijd heel vet. We gaan gewoon verder door het bos. Misschien dat we onderweg nog worden aangevallen door die gasten. Maar dat, ja, dat weet ik niet. Ik kwam ze net voor het eerst tegen, dus...
konijntjes. Nu moet ik trouwens, straks nog wel even wat eten regelen voor als het donker wordt. Ondertussen doet Arthur even zijn wapens weer in zijn zadel. Oh, wauw. Kijk dit. Oh, ja, dat is dan kerkhofje. Kijk dit, jongens. Hoe vet is dit? Mooi meer. Bootjes. Tof, man. Oké, we gaan verder. Ik heb geen idee hoe de kaart loopt. Oh ja, hij pakt hem zo en dan gaan we zo. En ik heb dus geen idee wat dit dus voor plek is. Ik ga het wel zien. En jullie gaan het met me zien. Oh, moet ik de andere kant op. Zo. Overigens ben ik elke keer zeg maar aan het jagen op dingen, maar elke keer ga ik dood. Dus dan is alles wat ik heb ontdekt dus weer weg. Oké, dit is een stadje. Mijn stadje zo te zien. Ik ga hier trouwens niet stoppen, want ik ken het stadje ook niet. Dus ik wil hier ook nog niet te veel weten. Oké, goedemiddag. Dankjewel. Hier kun je de krant kopen hier links. Dit is een wapenwinkeltje. Ja, dit is echt een industriestadje. En ik denk dat daar in de bergen misschien wel... Ja, dat ziet er toch uit als een mijn. Tof. Een mijnstadje, leuk man. Ziet er vet uit. Ziet er echt heel cool uit. Wat tof. Oh, en ze zijn heel erg bezig met de houtkap. Ja, gebeurt nog steeds. Ik weet niet of je wel eens die programma's kijkt op Discovery Channel. Ik vind dat altijd heel vet. Het valt me op dat in dit gedeelte van het spel, van de map, dat er meer muziek gebruikt wordt dan in de plekken waar ik tot nu toe ben geweest. Oh, wat is hier gebeurd? Oh, ik zie een rood puntje. Wow, what the fuck, ga weg! Schiet, schiet, schiet! Fuck. Damn. Ah, what the fuck. Dit was gewoon een cougar. Een, hoe heet zo'n beest eigenlijk in Nederlands? Ik weet het eigenlijk niet. Zo international. Nou ja, daar was hij weer. Ja, je ziet het al, ik ben hier nog nooit geweest. Ik kom ook in een moeilijker gedeelte van het spel. En ik ben nog nooit aangevallen door zo'n beest vanuit het niets. Dus het is voor mij ook allemaal een verrassing. En ik dacht toch echt dat ik mijn shotgun in mijn handen had. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar ik dacht dus echt dat het een schaap was. Ja, dat was dom. Ik zit weer in dit stadje. En ik ga mijn paard gewoon doen. Annisburg. Ah ja, ik ben er. Zo, we gaan verder. Mine entrance, vet. We gaan de mijn in. Later in het spel. Zeg, misschien wat minder breed rijden. Ja, hier is er weer één. Hier is er weer. Kut. Ja, maar ik wil hem wel hebben. Nee, ik rijd door. Nee, ik rijd door. Maar straks ga ik weer dood. En dan kan ik echt niet over mijn hart verkrijgen. Ik denk dat ik nu wel marker helemaal beneden kan zetten. Ik denk dat dat wel goed komt. Prima. Blijven lekker langs de kust rijden. Is prima. Oh, de pox heeft pokken. Ja, wacht. Moet ik nou... Maar straks steekt hij me aan. I was trying to help. Bullshit, you buzzard. You moving up. Ik heb hem bij de overval even stilgezet.
Want ik vond het te leuk. En de game is net uit en ik wilde het niet laten zien. Het was te grappig wat er gebeurde. Dat moet je lekker zelf uitvinden. Ik ben een stukje verder gereden en we vervolgen onze reis richting Saint-Denis. Dat is een van de grotere steden in de game. En dat zit in de Bajou. Het is een Frans-Amerikaans gedeelte. We zitten natuurlijk na de Amerikaanse burgeroorlog. En heel veel van de Amerikaanse steden van nu hebben ook nog steeds Franse namen. Zoals New Orleans, New Orleans. En Saint-Denis is daar ook een voorbeeld van. Dus er wordt geen Frans meer gesproken. Maar er zijn wel Franstalige mensen met Franstalige accenten. En het is een beetje kak ook. Maar goed, de stad ligt in de Bajou. En de Bajou is Frans voor moeras. En dat zie je ook direct aan de drassige omgeving. Aan de gezellige paradijsvogels die hier gewoon lekker rondvliegen. En aan het feit dat de rails en de wegen op stelten zijn gebouwd. Super tof. Daar zie je de stad al in de verte loemen. En het toffe aan Saint-Denis is dat het echt een vieze stad is. Weet je wel, er zit ook echt gewoon dikke rookpluimen boven de stad. Want ja, de industriële revolutie is net begonnen. Het paard wordt steeds vaker overbodig. En ook de mens krijgt steeds vaker te maken met werkloosheid. Omdat de robots het overnemen. Oh nee, dat is nu. Omdat de machines het overnemen. Maar goed, er is natuurlijk nog wel veel landbouw. Dit is net voor de stad. En hier beginnen de huisjes al wat mooier te worden. En straks komen wij in de stad. Hier zie je het daarna. Ja, hier hebben we dus echte huizen. Snap je wat ik bedoel? Gewoon echte huizen. Die gewoon al een beetje civilisatie aan ons laten zien. In de stad gebeurt vaak veel. In de stad word je vaak genaaid. Je kunt heel vaak gokken. Je kunt heel vaak... er zijn heel veel zwervers overigens ook nog. En er wordt gewoon heel veel verkocht in de stad. Maar goed, je zit al later in de game. Huh? Wie stopt er? Oh, er wordt even iemand gearresteerd daar. Oh, er wordt ook even iemand in elkaar geslagen daar. Dat is gewoon police brutality. See what you get when you cross me? What happened? Looks like he's worse for wear. Okay, off you go then. Okay. I'm just minding my own business, like that man there was till you clocked him. You trying to start something with me? Weet je, ik ga het... Oh, zij zei bonjour, daar hou ik helemaal niet van. Ik ga dit laten rusten, want anders krijg ik weer heel veel politie achter me aan. We zitten in de stad en hier is politie natuurlijk wel echt een ding. Ik zal in latere gameplay video's natuurlijk daar wat meer op focussen, maar het ging vandaag om de reis. We zijn inmiddels in Saint-Denis, maar ik denk dat ik de video een beetje ga verlengen. En ik denk dat ik nog ergens anders heen ga rijden. Namelijk hier naartoe. Want ik ben heel erg benieuwd wat hier zit. Want ik kan hier gewoon heen. Zie je dat? Dus ik wil weten wat dit is. De kaart gaat nog verder naar beneden. De kaart gaat ook nog verder hierheen. Of zullen we dat in een derde video doen? Zullen we dat anders in een derde video doen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik laat jullie nog even Saint-Denis zien. En dan doen we de volgende keer. Ga ik weer naar het onbekende daaronder. Wat is het tof aan Saint-Denis? Ja, weet je. Het is vooral hier. Kijk. Deze mooie tram. Er is hier al gewoon echt een samenleving opgebouwd die modern is. Je ziet hier ook, hier wonen ook hele rijke mensen. Je ziet Amerikaanse vlaggen. Er is politie die gewoon de wacht houdt. Echt een soort van bobbies, hè, met petten op en zo. De stenen, die hoor je dus ook. Je paarden rijden voor het eerst op steen eigenlijk. En dit is gewoon het begin van het leven zoals het nu is. En je moet hier ook echt oppassen dat je geen hommelen schopt. Want ja, hier krijg je echt heel veel last van heel veel politiemensen. Als jij een beetje het verkloot voor jezelf. En dat kan hier heel snel. Hè? Mensen steken hier zomaar over. En als je iemand aanrijdt, dan is het eigenlijk al over. Hier is de tavern. Hier ga ik. Oh, nee, ja, weet je. Ja, luister. Je moet kijken, vind je niet? dit is Saint-Denis. Tof stad. Die trams zijn trouwens mega irritant. Maar goed, het is niet anders. En dan heb je hier ook nog... Volgens mij zit hier de riverboat ergens. Tenminste, er ligt hier soms een riverboat. Ik weet niet of die nu... Hè? Oh, trein. Je kunt de trein natuurlijk beroven. Kijk, daar ligt een boot. Hier hebben we ook nog de haven. Oh, wat kun je goed springen. No, rustig.
Riverboat ligt daar. Super vet. Jongens, ik spring ondertussen even overal op en af. Onwijs bedankt voor het kijken naar deze tweede video van de wereld van Red Dead Redemption 2. Mijn naam is Peter Bouwman en ik ben eigenaar van Gamerset.nl en ik ben super trots dat ik jullie de game nu al mag laten zien. Wil je echt alles weten over Red Dead Redemption 2? Check vooral de geschreven review of de video review op Gamerset.nl of de vorige video van de wereld van Red Dead Redemption 2. En ik heb net beslist, we gaan er nog één doen. Hoe vet is dat? Tot de volgende! Later!